Deze nieuwsuitzending gaat over kanker. Ik heb de website van, hoe heet die man ook weer? Ik zal hem toch even bijpakken, dat je het weet. Zo kwam ik erop. Die man, die heb ik in mijn dinges bookmarks staan. Nou, waar zit hij? Hier zit hij. Hij heeft een interview gegeven over kanker. Daarin staat hij stil bij het feit dat kanker geen ziekte is. Wat is eigenlijk wel een ziekte? Je lichaam heeft twee stromen. De ene is rood. Dat werkt met je hart samen. Een heel belangrijk gebeuren. Je hart is niet alleen een pomp. Je hart is veel meer. Dat is die rode stroom. Los daarvan heb je een witte stroom. Een kleurloze stroom. Een onzichtbare stroom. Dat wordt gevormd door je lymfe. Als je een eczeem hebt, dan kan je de lymfe zien, want er stroomt de lymfe naar buiten. En soms is de lymfe een beetje rood, omdat er iets van een ader gebroken is. En dan krijg je roze. Je lymfe. Je lymfe hebben geen pomp. Je bloed wel. Dat is één van de functies van het hart. Dat het pompt. Je lymfe niet. Je lymfe staan in principe stil. Behalve als je je uitrekt, als je gaat sporten, als je gaat lopen, als je gaat gapen. Gapen is heel belangrijk. Een mens dient te gapen. Want dan gaan die spieren die trekken samen en dan gaat die lymfe gaat stromen. Het is de spierbeweging die de lymfe aanzet tot beweging. Er is niks mis met een dansje maken. Alabaga, alabaga, dat betekent naar beneden, naar beneden. Alariba, alariba, omhoog, omhoog. Ja, doe het gewoon. Ja, dat durf ik alleen maar als ik 3 rum op heb. Nou, win. Je moest eens weten hoe vaak ik op vrijdagochtend spijt had van het dansen, omdat ik gewoon totaal spierpijn had in de spieren van mijn bovenbenen. Dan heb je 3 rum op en dan voel je helemaal niks en ben je king of the hill. Dan ga je helemaal omlaag en omlaag en omlaag. Ja, en dan weer omhoog en omhoog en omhoog. En dan word je 's morgens wakker met van die kikker. Net of je Arnold Schwarzenegger bent. Ik krijg een foontje binnen, dat is altijd heel erg leuk. Oh, heb jij mij net gebeld? Ja. Vandaar dat ik even een telefoongesprek kreeg. Ja,
maar ik was net in mijn eentje aan het masturberen over de radio. Nee, je bent nu gelijk live in de uitzending, man. Kom je er nou bij dat ik aan het masturberen ben, dan? Nee, ik zeg dat ik dat ben. Want ik zit in mijn eentje te praten over hele leuke dingen. Ik had het over kanker. Over kanker? Ja. Oh, dat zijn leuke dingen om over te praten. Ja. Ja, maar doen we er nog eentje? Het lijkt me wel, want ik heb nog een halve liter bier. Oké, maar dan moet ik nog even naar de supermarkt. Aha. Want ik heb niet eens een halve liter bier. Oké. Ga jij maar lopen, want ik heb nog een hele hoop te vertellen over kanker. Ik was pas echt aan het begin bezig, hè? Het leuke is ook dat we het ook hebben over de vrije wil. Absoluut. Oké, ga jij maar zo snel mogelijk naar de supermarkt. Ja, en dan bel ik jou op. Ja, we hebben contact. Ja. We gaan wel lopen timen, meneer professor Dr. Marco Robinson. Ja, en de vorige opname die we gedaan hebben, dat zat ook wel een beetje een... Ja. Ja, en ik weet nu hoe ik dat kan vermijden. Mooi zo. Nu jij naar de supermarkt en ik ga je ophangen. En voordat ik ophang, zeg ik... Ga je mee ophangen? Ja, zeg ik ciao. Tot zo dadelijk. Dankjewel. Zo, daar zijn we vanaf. Dat is toch leuk hoor. Marco en ik komen steeds dichter tot elkander. Terug naar kanker. Je hebt dus je rode systeem. En je hebt je witte systeem. Dat witte systeem is onzichtbaar. Dat zie je niet. Dat is yin. In je witte systeem, jouw kleurloze systeem, jouw lymfesysteem, daarin opereren witte bloedlichaampjes. Die zijn als een barbapapa. Dat was vroeger een cartoon. Die zijn zodanig dat ze zichzelf in elke vorm kunnen veranderen. Sommige van die witte bloedlichaampjes houden van kanker. Anderen houden meer van exogeten. Salmonella of whatever. Dat vinden zij weer lekker. Als je geboren wordt, word je geboren met 30.000 verschillende smaken van witte bloedlichaampjes. De ene voor dit en de andere voor dat. En kanker is een ontaarding van de cel. Wildgroei. Dat dient opgeruimd te worden. Nou, in het fameuze, geniale idee van de heren, die man die moet je nog een keer aanklagen. Al die ellende. Maar wat hij dus verzonnen heeft, dat je krijgt zoveel witte bloedlichaampjes met zoveel verschillende smaken, dat er dus ook witte bloedlichaampjes tussen zitten die denken, ik ga wild. Ik vreet alles op. Dat heet een auto-immuunreactie. Ieder mens heeft dat. Als het jong is. En om een of andere mysterieuze reden sterven die auto-immuuneikels, die witte bloedlichaampjes, die denken van, oh, maar dat is lekker eten. En die gaan gewoon aan je lever lopen eten. Ja, dat is niet de bedoeling. Kanker mag je eten. Exogeten, dus salmonella, whatever.
Dat mag je allemaal opvreten. Een of andere schimmel die in je huid zit, opeten. Rotzooi op rum. Om het maar even op zijn diets te zeggen. Dat is zoals de Heere dat verzonnen heeft. En degenen die buiten de schreef gaan, die dus de lever opeten, ja, die sterven uit. Laat het even op je inzinken. Kijk, zoals Jezus heeft gezegd, de Heere die strooit. De Heere gokt niet op één paard. De verklaring dat die bepaalde witte bloedlichaampjes die aan het eigen vlees lopen vreten vanzelf kapot gaan, is dat die witte bloedlichaampjes, juist die werden bang. En toen ze bang werden, toen verminderde hun honger. En toen aten ze niet meer. En waren ze er niet meer. Diep, hè, is deze. En zo zit het. Want als je dit extrapoleert, wat gebeurt er met jouw witte bloedlichaampjes als jij bang bent? Het is een stilte. Of heb je geen contact met je witte bloedlichaampjes? Ben je ervan losgekoppeld? En vertrouw je liever op een diagnose en chemotherapie? Het is jouw keus. Kanker is een niet functioneel afweersysteem gevolg. Zo, wat een lange term. Als je stress hebt, ben je een akker voor schimmels, mold. Dan ben je zwak. Stress maakt je kapot. Want die andere witte bloedlichaampjes die erbij waren toen dat ene witte bloedlichaampje die gegeten had van het lichaam zelf, dat die verschrompelde. Uit angst. Als jij angstig bent, dan ga jij je witte bloedlichaampjes als het ware vertellen, niet eten. Goed over nadenken. Dit is het verhaal van Sylvia Millekam. Zij is overleden aan borstkanker. En uit respect lees ik dit voor op mijn beste Engels. Trust me. I don't know shit about English. Sylvia Maria Millekam. 23rd February 1956, 19 August 2001,
was a Dutch actress and comedian. She was featured regularly on Dutch television, where she hosted several shows. Millekam, I oppose to that. Sylvia Maria Millekam also appeared in several Dutch movies and released 2 albums. Her death of breast cancer in 2001 caused nationwide controversy, as she had refused treatment that could possibly have saved her life. In doing so, she was advised by Dutch healing medium Jomanda. Vreselijk, hè, dat Engels. En dat was een mooie vrouw. Zij had een knobbel in haar borst. Zij had een niet werkend afweersysteem. Je mag ook zeggen, zij is geëxisteerd. Zij is boven haar lichaam uitgestegen en kreeg problemen. Ik hou van deze vrouw, hoor. Ze is dan weliswaar overleden op 19 augustus 2001. En toen had ik een kind. En ze is maar 45 jaar geworden. Fuck. Ik mag er gewoon verdrietig over zijn, toch? Sylvia Maria Millekam is geboren in Den Haag en later verhuisd naar Boksmeer. Ze kreeg haar training in Maastricht voor dramatische kunsten. Sylvia Maria Millekam werd beroemd nadat ze verscheen in populaire televisieuitzendingen zoals Ook dat nog, gebaseerd op het BBC-programma That's Life en Buitenlandse Zaken, een politieke satire. Ja, zij had een knobbel in haar borst, minimaal. Dat heet kanker. Dat is een tweede levensvorm die zichzelf overneemt. Een beetje feest gaat lopen vieren in jouw lichaam. Daar heb je een afweersysteem tegen. En als het uit de hand gelopen is, dat is kut. En je doet het er maar mee. Wat Jomanda tegen Sylvia Millekam, Sylvia Maria, wat goed voorlezen. Hè? Ja, Sylvia Maria Millekam. Wat zij tegen haar heeft gezegd, van ga niet naar de chemotherapie of de snijden of hè? Niet doen. En Jomanda, daar heb ik iets mee. Heel gek, maar dat is nu een keer zo. Ik vind haar helemaal niet een mooie vrouw
om die reden of zo. Word ik echt heel emotioneel van. Jomanda heeft tegen Sylvia en Maria Millekamp gezegd: geen behandelingen. Jouw leven komt vanuit jezelf. Jomanda wist in principe hoe je mensen kan genezen. Zij verkocht ook water. Drink dit water. Christenen mogen tegen mij zeggen, ja, dat is profaniteit, dat is dinges. Maar Sylvia, Maria Millekamp en Jomanda, wat hebben ze fout gedaan? En toch zijn ze afgesabeld, hè? Dan krijg je ook hier, ja, oh ja, zij heeft ook 2 keer geposeerd voor de Playboy. Ja, dat had ik ook niet gedaan. Mijn dochter, daar heb ik over nagedacht, want dat is een wilde beest. Van, hoe zou het nou gaan als zij mij op een dag zegt en vertelt, dus daarmee, dat ze werkt voor de prostitutiegebeurs. Ik had tegen haar gezegd, een kind, het verbaast me niks. Hou rekening met die schimmels. Dus was die penissen met antiseptische zeep. Ja. Aan de andere kant, als je alsmaar, ja, antiseptische zeep en dan een stuk rubber eromheen. Dan ben je wel veilig. En niet te veel per dag, want dan krijg je een rauwe kut. Om het maar even strak te stellen. En er is geen jota bewijs dat mijn dochter dat zou willen gaan doen. Maar met je blote kut in de Playboy gaan staan. Het komt mij oppervlakkig over. En zij had een knobbel in haar borst. Dat is kanker. Dat is een mal functioneren van je afweersysteem. Je hebt te veel stress. Je moet tot rust komen. En die bobbel, ja, die blijft er wel zitten. Of je laat hem wegsnijden, maar dat is levensgevaarlijk. Dat kan metasteren, verspreiden. Als je er een scalpel op zet en ja, je laat een stukje zitten, wat denk je dat het stukje gaat doen? Het ettert gewoon door. Kanker moet je niet bestrijden, dat moet je accepteren. Je hebt dat. En dat is je eigen fucking schuld. Want je was gehecht aan seks. Je was gehecht aan geld. Je was gehecht aan, in ieder geval, je begeerde de geit van je buurman. En dat is je straf. Ik ben gebeten. Door een vrouw.
Dat is een litteken voor altijd. En die wond is nog steeds ontstoken. Dat is mijn straf. Jeetje man, ik moet bij de artikel 31 gaan. Kan ik jullie echt vertellen dat het leven is niets meer dan boetedoening. En hou je lichaam in leven. En ik vind het kut dat Sylvia Maria Millekam dood is. Ik vind ook nog kut dat ze katholiek is. Komt het van het katholicisme dat ze kanker heeft gekregen? Want als er iemand is die de hele tijd loopt te kankeren, is dat de paus. De homo's zijn zielig. Homo's zijn helemaal niet zielig. Mannen met kinderen, die zijn zielig. Die moeten iedere ochtend dat kind naar de school brengen, want die moeder die... Oh, ik heb mijn eigen baan en ik wil heel belangrijk zijn. Ja. En dan jij de kinderschool brengen. En dan naar je werk. In je zielig file. Leer mij de mannen kennen. Die de guts hebben. Om nog een kind te krijgen. In deze maatschappij. Mag ik ook even kankeren? Kortom. Kanker is geen ziekte. Kanker is een gebrek. Het is een gebrek. Aan rust. Oftewel een overdaad aan stress. En dan raakt je lichaam uit balans. Dan valt je lichaamspolitie, de witte bloedlichaampjes, die vallen allemaal stil. Want die zijn bang van, oh nee, we gaan niks doen hoor. Ja, dan krijg je puisten, eczeem. Ziekte van Crohn. Bla, 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 bla. Je moet terug naar die rust. En als er dan een kanker doorgegroeid is... Stel, je bent een mooie vrouw. Net als Sylvia Millekam. En dan heb je in je linker borst zit een enorme knobbel. Ja, dat is kut. Dat is kloten. Dat is niet goed. Dus bepaalde seksuele handelingen moet je niet doen, want als dat ding knapt, ja, kom op. Maar wegsnijden kan je hem niet. Je kan hem laten bestralen, je kan gekke dingen doen, chemotherapie. En je hele lichaam gaat naar de kloten. De mensen met borstkanker of botkanker, die krijgen chemo, dingen, stralings en al hun haren vallen uit. Ja, want dat hoort erbij. Je hebt kanker. That's it. En los die kanker op. Ben je boos op je moeder? Op die vieze geile buurman. Ik vraag het maar gewoon. Want je lichaam is prima in staat om te gaan met losgedwaalde cellen. Een beetje salmonella. Ja, dat is gevaarlijk voor baby's en bejaarden. Maar niet voor een volwassen mens. Je kan gewoon bedorven vlees eten, man. Spoel je een keertje vandoor. Ja, gewoon een klisma. Hoppa! Al die rotzooi eruit. En nou, het volgende eten. Je snapt het toch wel? Je bent hier gekomen op deze wereld om te eten en te schieten. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Maar pas op voor die allopaten. Met hun gekke ideeën over chemotherapie. Ja, Sylvia Millekam is dan dood gegaan. Oké.
Maar hoeveel mensen zijn er wel niet overleden aan de behandeling van kanker? En dat de dokter zei van, joh, we hadden gedacht dat die mens in kwestie wel wat sterker was. Hij was te zwak. Ja, maar je opa is dood. Ik heb ze zien gaan, hoor. Ik heb mensen naar... Oh ja, dat is een mooie mop. Het is een raadsel. En dan ga ik afsluiten. Een raadsel. Jullie moeten hier echt goed over nadenken. Stel, jij bent een Jood of een... Wie zat er allemaal in Auschwitz? Nou, maakt niet uit. Er zaten heel veel mensen, voornamelijk Joden, hè? Van de stam Juda. Je zit in Auschwitz. En dan elke dag, ja, je nacht breng je door in een bunkbed, zo'n stapelbed. En jij mag onder slapen. Maar dat is ook prima voor jou. En dan kan je lekker aan het einde van de dag lekker zitten. Terwijl je bovenbuurman, die moet het trapje helemaal op. En je hebt zoiets van, ja, ga jij maar boven scheten laten. Ik lig hieronder en ben tevreden. Nou, je hebt elke dag frisse lucht. 'S Morgens om 6 uur is het appel. Dus Auschwitz, dit is een grap, hè? Ik ben fucking serieus, hè? Auschwitz, dat telde de werkers aan het begin van de dag. Dat heette het ochtendappel. En aan het einde van de dag had je het avondappel. En er werd weer iedereen geteld. Want ze wilden geen werker kwijt. De Joodse humor is waarschijnlijk de meest ingewikkelde humor die er bestaat. Vanwege de intellectualiteit. Nou, jij zit daar dus en je bent in principe tevreden. Je bovenbuurman moet een trapje op, dat hoef jij niet. En in ruil daarvoor, ja, komen die scheet. Ja, daar wen je ook wel aan, want iedereen in je omgeving laat scheten. Dus je bent redelijk tevreden. En dan op een dag, dan voel je je niet zo lekker. En je denkt, fok. Ik voel me niet lekker. Nou, toch lekker doorarbeiten. Mag ik aannemen, hè? En toch voel je je niet lekker. De aardappelsoep, die smaakt niet meer. En er was nog wel sigaretten te kopen bij de Auschwitz-winkel. Want die was er, hè? Je kon in Auschwitz sigaretten kopen. Maar die sigaretten smaken je ook niet meer. En nu komt de vraag. Ga je dan naar de dokter? Ik geef jullie 5 seconden. Ja, kom. Opschieten mensen. Kom, nadenken. Je zit in Auschwitz. Op zich is alles goed. Je hebt het beste bed, vind jij. Maakt me niet uit. Frisse lucht. En ze tellen altijd aan het einde van de dag of ik er nog ben. Ik ben veilig. En je voelt je niet goed. Ga je naar de dokter? Ja, 5 seconden nog. 10 seconden. Willen jullie extra bedenktijd? Zal ik beginnen over dokter Mengele? Dokter Green? Vijftien seconden extra denktijd erbij. En dan ga ik het antwoord verklappen. Nee. Pas op. Spoiler alert. Nee. Je gaat niet naar de dokter. Dat weten wij achteraf. Wij weten wat dokter Mengele... Order... Dr. Green
hebben uitgefroten. Het is jammer als je kanker hebt. Het is echt kut. Ik heb ook een vrat. En die irriteert me als wat. Dat is mijn probleem. Ik ga niet met die vrat naar de dokter. Ik heb er pijn van. Hij zit tegen mijn botten aan. Klojo. Maar dat is mijn probleem. En niet het probleem van de dokter. Laat het goed op je inzinken. Dood ga je toch. Dat is het probleem. Hoe waardig ga je dood? Daar zit het hem in. En Sylvia Millekam? Ja. Zij heeft haar last rites gekregen. Ja, what the F is dat? Voor jullie die dat niet weten, maar de last rites, dat is een katholiek, Babylonisch dus, gebeuren. Ik hou er niet van. En dat wil niet zeggen dat ik Sylvia Maria Millekam borstkanker heb bezorgd. Om maar gelijk al die conspiracy theorists de wind uit de zeilen te nemen. Tuurlijk niet. Ik had haar als mijn zus willen hebben. Ik had een commune willen hebben met Jomanda en Pim Fortuyn trouwens. Die vond ik ook wel leuk. Dat was weliswaar een sodomiet, maar. Ja. En een katholiek. Maar van die club wel een van de leukste. Vond ik. Ik vond hem leuk. Ik vond Pim Fortuyn leuk. Kon om hem lachen. En dan met Jomanda. En natuurlijk de allerberoemdste Arnhemmer. In wiens schaduw ik graag verblijf. Emile Ratelband. Ja. Ik prijs die mensen de hemel in. Er is een beeldhouwwerk gemaakt van Sylvia Maria Millekam. En ze had dus borstimplantaten. De borstimplantaten waren gebroken. Oh fuck. Oh fuck. Ja, zo is het misgegaan. En Jomanda, ja, wat moest hij nog repareren? Lastig hoor. In elk geval is zij overleden aan het probleem zelf en niet aan de behandeling. Die was mooi. Dat is een mooie afsluiting. Ik ga nu Marco Robinson bellen. Dan ga ik nog verder zeuren in de volgende uitzending. Maar tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers tjus en dag liefas.